Dames en heren, jongens en meisjes. Dit is de game. Dit is gewoon de game van mijn leven. Dit is gewoon de game van mijn leven. We krijgen 100 euro als wij dit potje winnen. De Big A, de Big Arno is in de livestream. Hij heeft kapot veel geneerd voor de mensen die net binnen tunen. En ja, 100 euro voor win. 100 euro voor win. Ik weet ook niet wat de planning is. Waar, ja, ik ga gewoon lazy landen, denk ik. Ik heb geen idee hoe goed deze mensen zijn. Ik heb geen idee. We gaan het allemaal zien. Wordt helemaal gek. Frank de Boer met een 10 euro donatie. Je merkt gewoon dat alle donaties oprecht gewaardeerd worden. Vandaar deze 10 nog voor de 2 kills. Bro, dankjewel man, bro. Esther en jou, man. Echt waar. Ja, ik hoef het niet te zeggen. Maar ja, ik waardeer jouw support ook, man. Soldaat. Is in de... Oh, zo. Ik dacht even dat een pump was of zo. Granaten. Oké, dit is wel heel gek wat we nu spelen, hoor. Geloof mij nou maar. Dit is heel gek wat wij... Wat zijn wij aan het spelen? Oké, let's go. Minis gelijk. Nog meer minis. Let's go, man. Hey, Estonel, mijn Frank. Dankjewel, man, bro. Jongens en meisjes, drop even wat hartjes. Jensen Bolle ook met de donatie. En Strawberry met de donatie. Boys, thanks voor alle donaties. Gooi wat hartjes in de chat. Thanks, man, Jensen. Joma, gaat ze door, bro. We gaan knallen, man. Nog 2 maanden school. Daarna fulltime YouTube. Wil je me nou daarin supporten? Boys, abonneer op mijn kanaal. Doe van blauw duimpje omhoog. Zou ik echt heel erg waarderen. En Strawberry zegt veel geluk met je donor goal. Ja. Oh, ze zeggen gewoon, doe deze donor goal. Zo, donor goal. Auto van 15k. Bro, volgens mij kan je daar 1 tandtoetik auto van halen. Tweedehands kan je daar echt 1. Wat voor een... Ik heb niet heel verstand van auto van prijs en zo. Van tweedehands in ieder geval. Weet ik niet echt helemaal. Maar voor... Wat voor een auto kan je daarvan halen? Echt een dikke toch, of niet? Bij deze ook echt. Als ik mijn rijbewijs heb en die donor goals vol, dan gaan wij 1 dik auto maken. En stel, ik maak dan ook 1 real live video's en zo. En ik ga veel rijden als corona weg is. We gaan dik in real life video's maken. Het is wel echt nice als we een beetje dik auto hebben, toch? Voor die vlogs en zo. Dat is wel echt hard. Hey, Esther Nuli, man. Milan ook, thanks voor 1 uur superchat. Dankjewel, bro. Kijk, wij moeten winnen. Dus ik weet eigenlijk niet eens waarom ik push. Maar ja, jullie weten hoe ik ben. Nice. Heel blij dat hij me niet heeft gehit, want... In deze game mode krijg je natuurlijk geen siphon. Dus geen shield per kill. Dat krijg jij niet. Dan gaan we met hem mee. Dus ik moet echt proberen niet gehit te worden. En mats. Zo. Ik kan bijna van het gebouw springen. Maar ik krijg dus ook geen mats voor een kill. Maar ja, jullie weten. Ik ga niet als een of andere gekke guy nu. Ah, stilzitten. We gaan gewoon even deze mats killen. We zorgen gewoon dat wij een pump hebben. We gaan zo meteen craften wat mats hebben. En dan 100 euro voor winnen. Imagine for. Ja. We krijgen 3 pogingen, maar dit is game 1. Als game 1 al lukt, zou echt heel ziek zijn. Wat kun je er allemaal, bro? Zo'n dikke golf. Oh, dat is echt hard, hè? Ja, hoeveel is tweedehands meestal dan? Hoeveel goedkoper is dat? De helft of zo, toch? Of... Ik weet echt niet hoeveel goedkoper dat is. 30, gold damage. Geen match. Dat is wel heel gaar hieraan. Gelukkig. En hebben we niet zoveel gehit. Oh mijn god. Ik had gewoon weer vergeten dat ik geen mats had. Maar normaal heb je altijd mats in de arena. Ik heb weer weinig mats. Moet erop letten. Ja, oké. Okay. Ja toch. Memphis. SO en jou, bro. Memphisje. Dankjewel. Nieuwe AR. We hebben al full minis. Oké, let's go. Let's go, boys. Tweede dan school, bro. Dat is wel echt dan te dik. Even kijken, Arno met de 1 euro doden. Mijn maat, hij zegt, haal Golf GTI, is een dikke beginauto. En daarna als je meer geld hebt, Mercedes AMG 45+. Bro, jij ziet er echt uit als iemand die echt gewoon elke auto uit zijn hoofd kent. Hij gooit gekke termen, 45+ en zo. Ik heb daar echt niet verdiend, maar dat is ook gewoon omdat ik nog niet bezig ben met een auto of zo. Aangezien CBR het weer allemaal heeft verplaatst. Je mag nu pas 8 rijden als je 18 bent. Eerst was dat iets van 17 of 17,5. Dus ik ben nog niet echt mee bezig, maar goeie man, bro. Thanks, man. Golf weet ik sowieso wel gewoon hoe dat er zo'n Golf GT, die stand te hard beseft als dat je beginauto is. Ja, dan wil ik echt wel zeggen gewoon dat dat wel een GG is. Als dat jouw allereerste auto is, een Golf GT, tweedehands, derde, nou ja, gewoon tweedehands. Dat is echt, dat is echt heel netjes dan. Dan heb je het echt goed gedaan, man. Dat is hard, man. Eén dikke auto, maar ik wil sowieso. Kijk, eerste auto, ik ga niet gelijk heel lijp doen. Want ja, waarom zou ik al mijn spaargeld aan een auto uitgeven? Maar je wilt wel gewoon
een nice auto hebben. Als je gewoon het geld hebt, wil je wel gewoon een nice beginauto. En een tweedehands Golf GTI zou een tandje dikke beginauto zijn. En besef, ja. Ja, dat zou letterlijk gewoon zo dik zijn. Wat zou een droomauto? Ja, maar een droomauto. Oké, Shock F zijn hier ook in. Ik vind dat zo lastig, want ja, het is niet dat ik één droomauto heb, bro. Ik vind het... Oké. Ik heb wel een droomauto. Denk ik. Maar het ligt ook aan op welke manier je het bekijkt. Ik vind namelijk Range Rovers echt een droomauto voor mij. Ik hoop het. En ik weet het 99% zeker dat ik die over een paar jaar heb gewoon. We gaan tamtoord knallen. We gaan echt tamtoord knallen. Niet alleen met YouTube, ook buitenom. Met crypto en andere shit. En mijn doel is echt om binnen een paar jaar... iemand knipt dit, geloof mij. Ik heb over een paar jaar... Laten we zeggen... Een tweedehands gewoon. Tweedehands Range Rover. Pff, ik vind dat echt tamtoe dik. Ik vind dat zo'n zieke auto. En dan echt next level. Wat ik zeg maar ooit... Maakt niet uit. Ook al ben ik 80 dan. Ik wil dat ooit in mijn leven hebben. Is een Lamborghini. Urus. Mat zwart. Hou op bij mij. Dat nou ja. Dat is echt niet normaal. Die auto is zo tamtoe mooi. Ik had die gezien van El Giro Elia, die had hem ja. Oh, ik dacht echt van wauw. Wauw. Ik moet die ooit gaan hebben. Ik moet die ooit gaan hebben. Tam too hard. Dus bij deze man, bij deze. 1, 2, 3 met de Runaat. Ik heb op meerdere websites gezien dat je een C63S AMG kan leasen voor 2 jaar. Dat kost ongeveer 15k. Maar is wel een lease, maar dan wel AMG. Ja, maar leasen... Ik weet niet, man. Ik weet niet of ik dat voel, man, leasen. Eerder tweedehands gewoon, man. Gewoon eerstehands, wat ik straks zo zeg, als echt dik stacks heb. Maar je kan ook gewoon redelijk dik auto's kopen en dan tweedehands. En dan is het gewoon de helft van de prijs, bijvoorbeeld. Dus, ja, man. Maar boys, we praten nu allemaal wel over Lamborghini Urus, maar ondertussen rijd ik op een fiets, dus op zich. Ondertussen rijd ik op een fiets die ik al 8 jaar heb en die bijna uit elkaar valt. Maar ja, we hebben wel mooie plannen toch? We hebben gewoon mooie plannen voor de toekomst. Hard work pays off, als je gewoon je best doet met alles, kan je in principe bijna alles bereiken, man. Dus, kan ik al dit ding craften? Ik heb er 0. Ik heb er 0. Oké, blijkbaar heb ik er 0. Ik weet niet hoe ik er 0 heb. Maar, let's go! Let's go. SNL maar 1-2-3. Hintox FX met Ilona. Check je DM. Wil je wat vragen? Of gewoon na de stream. Minselot. By the way, lekker bezig. Bro, is cool, man. Zou ik even na de stream doen, man. SNL, man. Thanks voor je donatie. Arno met de 1 euro donor. Hij zegt, nee, jouw droomauto is de Content Cube plus 500. Wacht, 500 zeg je nou. Met 100 pk. Volgens mij is 100 pk wel wat, ja. 100? 100, wat zeg ik nou? 1000 staat er. Dus, staat er een auto met 1000 pk? Ik weet dat echt niet, hè. Oké, hij heeft gekke. Hij is goed en hij heeft gekke moed. Ik ga er gewoon voor, als ik de volle player. Nee, misschien niet. Hij heeft een spes. Ik dacht echt wel, ik heb dit potje al gewonnen ofzo. Maar we zitten gewoon alleen maar te lullen. Maar ik heb het potje nog duidelijk niet gewonnen. 100 euro voor deze winnen. Als ik hem heb, dan hebben we wel gewonnen. Want dan heb ik een spes. Ik heb een box. Waar naartoe? Oh bro, je denkt dat ik er geen heb. Maatje van mij. Het is heel schattig veel als ik eerlijk ben. Maar waar zitten wij? Die shotty. Ja. Lever die alsjeblieft nu alvast in. Kijk, ik kan hem nu inleveren, dan ga ik letterlijk weg, hè. Of het gaat met geweld. Geef je over. Ja. Je gaat het zelf niet overgeven, is goed. Kijk, maar dan moet het met geweld. Vind ik heel jammer. Ik zei het al, dan moet het met geweld, bro. Die moet ik kunnen inleveren, maar dat maakt niet uit. Want we hebben nu ook nog eens een frikkinnetje erbij. Extra minis. Lekker leg, boys. 5 kills. Ja, boeien. Het gaat om die win. 100 euro. SNL man Arno. Nee, hij zei 1000 pak. Zo, 1000 pk. Ja, er staat sowieso wel een auto van, of niet? Maar ik weet echt al dat. Ik heb echt weinig verstand trouwens van auto's, man. Maar 500 is ook echt al tamtoe veel, of niet? Formule 1 auto 1000 pk. Oké, okay, er bestaan dus sowieso wel auto's met 1000 pk, maar dat is dus echt heel insane. En 500 is echt wel kapot veel. Volgens mij is gemiddelde auto echt
weet niet, 200 of zo. Of ik lul nu echt poep, hè, kan ook. Maar dat maakt niet uit. Edit. Daga. Daga Nation. Even quick minis. Let's go, boys. We komen dicht. Oh, je bent natuurlijk kapot van mats hier. Dit is perfect, boys. Nog 15 man. Gaan we het winnen? Laat het in de chat. Weten, man. Gaan we winnen. 100 euro. 100 euro als we winnen. Deze stream, ik weet hoeveel aan donaties we hebben, man. Ik denk een paar honderd euro. Ja, het is echt... Ja, een paar honderd euro. Ik weet niet. Wat is sowieso net al? Nou, die paar honderd. Nee, misschien. Ik weet niet. Jullie weten sowieso wat. Laat me scrollen. ...200 of zo. Volgens mij zo... Gast, vanmiddag hadden we ook veel. Het is echt niet normaal, deze donaties. Het is echt ongelooflijk. Ik zie er iemand. Boys, ik weet, Vin is Barkie, maar wij zijn niet op campings. Hij wel, dus ja. Jullie weten wat ermee te doen staat. Afstraffen die allemaal. Het is echt niet moeilijk, hè, om hem even in de taars te poppen. Nee toch, je choke! Wat een randebiel ben je dan? Dan ben je echt een ezel, hè. Maar waarom is dat geen one... Oh, waarom is... Nee. Ik weet niet wat ik allemaal meemaak, maar GG's, safe kills en dan vind die extra bigs, dus dat was wel even wat ze nodig hadden. Ik weet niet echt, wat was dat? Waarom vloog ik opeens? Ik vloog weg, hij vloog weg, hij ging dood, ik niet. Tantoraar, maar let's go. 10 man. Moet me lukken. Weet je, ik vind, kijk, Arno zegt 100 euro voor een winnen, maar dat betekent niet dan dat ik dan 0 kan winnen of zo, of 1 kan weghalen. Als hij dat zegt, moet ik minimaal 10 kan winnen pakken, dus daar gaan we even voor zorgen. We hebben nog 9 andere. Waarvan ik er even zeker minimaal 3 ga killen. Als ik ze even tegenkom. We hebben nog 1 impuls. Eigenlijk had ik die impuls wel een beetje moeten bewaren voor. Stel het wordt moeilijk zo meteen met de zone of zijn weak of zo. Dat heb ik eigenlijk wel dom gedaan. Maar we waren gewoon tantort aan het pushen. Ah, let's go boys. Let's go. What the fuck. Ik dacht echt wel, ik had die 100 euro binnen. Maar ja, dan gebeurt zoiets. Zo zie je maar. We moeten spits blijven. Deze hebben wij. Let's go. Die spreekt er dan, is het op ons? Oh. Hij is geen impuls waard. Ik kon op hem hoog impulsen, maar ik heb het goed ook. Wat zijn we aan het doen dan? Wat? Oh, jij bent echt gaar, Joep. Je bent echt gaar. Je bent echt een natte tosti gewoon. Maar het is ook laat en dan speel je weer als een natte krant. Kom maar. Ik weet dat je wilt. Hier, free hit, full box, lekker vies. Zo kan het ook, zo kan het ook. Big shield, dank je. Ja, oké. Okay, goeie. Hi. Hi. Let's go. Ik zou ook even iedereen aan het killen zodat die game wat minder stack wordt, weet je wel. Anders hadden we gekke moving zo en zo meteen. Dat was toch moeilijk geweest. We maken deze game even unstacked. Goeie tactieken. Waar is die guy? Wow. Oh. Maatje, het spijt me, maar deze impuls gaat echt wel uit mijn inventory. Oh. Oh, big hit. Oh. Oh. Mag ik het editen? Nee, toch, wat zijn planning dan? Dit is wel echt een cutie als ik eerlijk ben. Kijk die T-Rex vibe. Hij is wel echt aan het vibe gewoon. Wat is dit? Wat een idioot! Ja? Wat, toen ben jij niet dood, bro? Wat is die damage? Hij doet nu wel echt stoer.
Ja, maar ja, wat? Ja, maar ja. Ja, oké, laat maar. Laat toch gewoon winnen, man. Even serieus. Ik zit nu een beetje iedereen te trollen, maar... Zo'n ramdebiel gaan wij zo meteen nog killen en dan... Het is gewoon rip 100 euro, dus dat is niet de planning. Laten we net full healen. Vier anderen nog, die 10 kills. Gaat ons ook zeker lukken, dat is mooi. Oh. Gaat onze medkit gegund. Oh. Oké dan. Nee toch. Wat? Wat gebeurt hier? Wat voor mensen hebben we opeens hier? Tom to tryhard. Gekke spes alles. Ik ga nu gewoon safe spelen hoor. Ik ga nu gewoon safe spelen. Die medkit wordt gekocht. Ik hoor een hele rare boos alles. Wat speel je? Ja, ik speel... Normaal ik krijg 100 euro als ik een potje win, man. Vandaar. Gaan we er gewoon voor? Oké, zou ik gaan? Het is niet slim, maar boy. Oh nee, dat was niet heel goed. Dat is niet de planning. Ik begin opeens twee tandjes te krijgen omdat ik aan het choken ben. En dat is niet goed, want dan ga ik slip. Oh, ga ik jullie. What the fuck? Nee. Oh, dat is ook tijdens. What the fuck? Oh, wat? Nee, ik heb letterlijk twee tandjes. Hij jumpt in mijn box als een idioot. Hij stond toe tryhard. Waarom zit er zo'n tryhard iemand in een normale pub? Ik moet hem killen. Heb ik 160, nice. Ik moet oppassen voor die bow ook. Oh mijn god, dat was bijna raak. Nee, dit meen je niet. Nee, edit. Ik heb geen auto met. Oh, nee. Ik heb geen ammo. Ik wil niet. Nee. Holy shit. Maar ik kan een idioot net aan het kanken ben. Ga ik gewoon 100 euro verliezen. Fuck. Zo dom ook. Die zit heet als een beetje biggie man te freebuilden en dan... We gaan er. Jij bent dood! Heerlijk. Geef mij die met. Oh mijn god, die had letterlijk de godloot. Die had letterlijk de godloot voor Gary. Wat zijn deze met. Daarmee hou ik het net om naar beneden te gaan. Oh, dit wordt nogal spannend. Nee, dat zwijn gaat weg, bro. Handen zweten van hier tot Tokio. Mets niet aanwezig. Dat is niet mooi. Ik weet niet waar ze naartoe zijn, maar ze zijn in ieder geval niet ermee in Victoria. Dus ze moesten gek op de bouw of weet ik wat. Als een bouw. Wat? Moet gewoon gaan hakken. Moet gewoon gaan hakken als een of andere gek. Trouwens, het zijn er nog twee. Ja. Of ik laat u fight en ik doe party. Of ik kill er eentje en dan heb ik Mets. Zou ik die laten killen? Hij ziet er wel echt uit als een idioot. Mee eens. Hij ziet eruit als een tryhard. Oh, met een bol. Met een impuls. Oh. Oké. Okay. Ja. Dan gaan wij weg impulsen. Oh, vieze flikker dat die is. Eén bed op me. Je bent nu dood. 100 euro. Jij bent letterlijk 100 euro waard. Weet je wat ik ga doen? Ik ga net deze mets oppakken, zodat ik jou ook nog eens kan onderpakken gewoon. Nee, vieze vuile hond. Wat een hond. Wat is dit? Ik heb nog niet zoveel mets, bro. Dan heb ik papers. Wat?
Geef hem mij 300. Huh? Maar. Geef me met, geef me met. Nee, maar dit vind ik eng. Wat is dit? Dit is heel raar. Dit is heel raar. Dit is heel raar. Hij wil een 1v1, maar ik heb geen mats. Ja, of kill hem gewoon voor 100 euro. Nou, oké, okay, dat is fijn. Dat is fijn. Oh, shit, man. Let's go, 100 euro. Bro, wat? Hoe maak ik dat mee in zo'n game voor 100 euro? Dit is echt tantoe raar. Esso de... Dat is mijn boogje, vrouw. Dat is mijn boogje, vrouw. Dat is mijn boogje. Oh mijn god. Hoorde je dat? Hoorde je dat? Hoorde je dat? In ieder geval. Esso naar jullie. Vergeet niet te liken en te abonneren. Let's go, boys. 100 euro. What the fuck? Ik dacht gewoon, oh, fuck hem. We killen hem gewoon. Buurvrouw, sorry.